Op 20 maart kiezen wij de nieuwe provinciale staten van Flevoland. Op hun beurt kiezen de nieuwe staten van alle 12 provincies op 27 mei de nieuwe Eerste Kamer. Voor de regeringspartijen staat hun meerderheid in de Senaat op het spel. En dus zijn de provinciale verkiezingen voor de landelijke politiek belangrijker dan ooit, merkt ook ProDemos, de organisatie die voorlichting geeft over onze democratie. Directeur Eddy Habbe-Jansen van ProDemos. Alle wetten hebben een meerderheid nodig in de Eerste en in de Tweede Kamer. Dus dat betekent dat als het kabinet de meerderheid verliest hier in de Eerste Kamer, ze ervoor zullen moeten zorgen dat die wetsvoorstellen ook hier op een meerderheid kunnen rekenen. Ja. Is dat veranderd in pakweg de afgelopen 10, 15 jaar? Nou ja, tot zeg maar, een jaar of 20 geleden was het eigenlijk zo dat kabinetten altijd een meerderheid hadden in zowel de Eerste als in de Tweede Kamer. Dus speelde dat veel minder. En door die grotere schommelingen tussen verkiezingen in, zie je dat die verschillen ook groter worden. Emmeloorder Siebe Schaap heeft 12 jaar in de Eerste Kamer gezeten, maar keert na de verkiezingen niet terug. Het beeld dat de Senaat politieker is geworden, klopt maar gedeeltelijk, vindt hij. U moet het ook niet overdrijven dat de Eerste Kamer politieker is geworden. We hebben hier bij uitstek dus de taak wetten te beoordelen op kwaliteit en zeker op uitvoerbaarheid. Veel mensen die ook ervaring hebben met de uitvoering van wetten zijn er erg op gespitst. Dat is het werk hier intern. Ik weet niet of dat zoveel politieker is geworden. De ruis, laten we zeggen, om de Eerste Kamer heen, wel. Er wordt veel over de Eerste Kamer gepraat. Dat heeft dan alles te maken met meerderheden die een kabinet steunen. Het gaat buiten de Kamer om er wat luidruchtiger aan toe dan hier in de Kamer. Dus ik heb de indruk dat de media, de pers, u ook, en uiteraard ook de Tweede Kamer er meer over praat dan wij. Omdat misschien de Tweede Kamer er een belang bij heeft? Als je krappe meerderheden hebt, dan wordt het allemaal erg gevoelig. En nou ja, dat beleven we nu ook. Hè, met één zeteltje over in de Tweede Kamer en toevallig ook één zeteltje over hier in de Eerste Kamer. Ja, dan krijgen opeens verkiezingen ook een wat andere context. Bij de statenverkiezingen doen dit jaar enkele nieuwe partijen mee die via de provincies voor het eerst in de Eerste Kamer proberen te komen. Dat bevestigt weer dat de Senaat belangrijker wordt. Eddy Habbe-Jansen van ProDemos. Meedoen aan de statenverkiezingen is de enige manier om hier in de Eerste Kamer terecht te komen. Dus je ziet eigenlijk altijd wel dat partijen die eenmaal gevestigd zijn ook aan die statenverkiezingen gaan meedoen om ook in de Eerste Kamer vertegenwoordigd te zijn. Als het motief weer is van dan gaan we de regering bestrijden vanuit de Eerste Kamer, dan zou me dat erg spijten. Want? Dan politiseert dus de Eerste Kamer wel. En dan stel je dus de politieke implicaties van je zetel boven het vakwerk dat je hier moet onderhouden. Al lijkt de Eerste Kamer dus belangrijker te worden, de kiezer ziet dat blijkbaar niet zo. De opkomst voor de verkiezingen voor provinciale staten, die dus de nieuwe Senaat kiest, was vorige keer nog geen 50%. Eddy Habbe-Jansen van ProDemos en daarna senator Siebe Schaap. Nou ja, de opkomst bij verkiezingen is een soort weerspiegeling van hoe belangrijk kennelijk de kiezers een bepaald orgaan vinden. En kennelijk vinden de kiezers die Tweede Kamer toch wat belangrijker. Dat is misschien niet zo, omdat ze allebei met wetten in moeten stemmen. Maar het is wel zo natuurlijk dat in de Tweede Kamer er ook wijzigingen doorgevoerd kunnen worden in wetsvoorstellen. En in die zin de Tweede Kamer altijd veel politieker is dan de Eerste Kamer. We hebben geen constitutioneel hof in Nederland. Er moet toch iets zijn dat, laten we zeggen, op de achterhand beoordeelt van nou, we hebben de hele discussie gehad. Raad van State, regering die wat indient, initiatiefwetten. Tweede Kamer die daar van alles mee doet. Tweede Kamer die vaak ook zwaar amendeert. Wat er dan binnenkomt, zit dat nog geheid in elkaar. Daar moet iets zijn dat daar het laatste woord over spreekt. Dat is de meerwaarde van de Eerste Kamer? Dat is de meerwaarde van de Eerste Kamer. Iets minder de waan van de dag, iets minder heisa en wat meer de rust van het werk. Dat is goed.